Dit is de nieuwe volkstuinencomplex van de stad Bree. Een nieuwe realisatie van de stad samen met Limburg.net en Veld. De bedoeling is om een moestuin te maken op ecologische gronden. Dus het is hier absoluut verboden om chemische sproeistoffen en zo te gebruiken. Van harte welkom op deze officiële opening van de volkstuintjes hier vandaag. Wij zijn de provincie Limburg en Limburg.net enorm dankbaar voor hetgeen wat zij allemaal doen. Ik wens onze tuiniers heel veel plezier in de tuin, maar vooral een goede oogst. En dan gaan we eens kijken of het waar is dat ze tegen Jos en moosplanten al een veel ook kunnen zetten. Ja? Voilà. Wij zijn moeder en dochter. We hebben allebei een tuin. Mama heeft dat eerste stuk, ik heb het tweede stuk, maar eigenlijk doen we het samen tuinieren. Ik ben voor biologisch tuinieren. Het zijn alleen andere producten die je gebruikt, hè? Dat je zelf dingen moet maken om luizen en alles weg te houden. En anders is de potje uit de winkel en ja, nu is het netels gaan zoeken en ja, alles er zelf van maken. De vliegen die leggen eieren onder aan de planten. Aan de koolplanten en dergelijke, daar komen dan maden van en ja, daar gaan de groenten van kapot. Hè. Dat is niet de bedoeling. Hè. Wij gebruiken veel brandnetel, gemengd met vlierbloesem. En daar suiker bij en zoutmeel voor te besproeien. Brandnetel geeft een geweldige geur. Hè. En het is die geur die vliegen weggooit. Ze staan allemaal even schoon. Ik kan niet zeggen die is minder of die is minder. Volledig biologisch. Ja, dus ja, biologisch. Ik heb er vroeger aan getwijfeld, maar het werkt. Dat is de bedoeling eigenlijk. Het werkt. 14 dagen geleden, hè? Huh? Wat is dat, hè? Zie je, ja, volledig opgetruld, hè? Ja. Van de bladluizen. Ah, bladluizen, ja. Biologisch behandeld. Ja, maar... Zanderdaagslijon. Ja. Zaag je dan aan de baard. Ja? Nee, niet weg, maar je zag die terug. Ah, terug. Kunnen ademen, hè? Ja. We zijn verplicht van biologisch te tuinieren, maar ik vind dat tot nu toe valt dat goed mee valt. Dus, als je de hof ziet, in zijn geheel vind ik dat de groenten er mooi bij staan. Daar staan krop slaaien, die kun je op de markt niet kopen. Van zulke omvang, dus dat is een teken dat het goed gaat. Hè. De kwaliteit van deze salade is toch wel even iets anders als de op water gekweekte in glaskassen die je in de handel kunt kopen. Dit bewaart ook heel gemakkelijk in de ganse week. Dus, Wat vind je van mijn tuin na 3 maanden? Ik vind het hier fantastisch wat ze hier gedaan hebben. Ik heb zelf een tuin, ik heb zelf groentetuin. Mijn parij staat niet zo goed als hier. Mijn aardappelen wel, maar ik heb ook aardappelen, ik heb rode bieden, ik heb bloemkolen, ik heb alles staan. Maar hij staat buiten gewoon. Echt, magnifiek staat in tuin. Ja. We doen het graag, het is ontspannend en ik pak het als hobby. Ja, en verstand op nul en nergens aan denken.